We kijken naar het begrip ontslag en nou ja, bij ontslag dan gaat het dienstverband, oftewel de arbeidsovereenkomst, gaat stoppen. Het dienstverband gaat stoppen. En het bedrijf wil dan stoppen met de werknemer of de werknemer wil stoppen met het bedrijf. En nou ja, belangrijk is dat men de opzegtermijn hanteert. Opzegtermijn. Die moet gerespecteerd worden. En dat is de termijn dat iemand nog moet doorwerken. Dus stel de werkgever wil de werknemer ontslaan en de opzegtermijn is 2 maanden, dan zal er toch nog 2 maanden gewerkt moeten worden. En dit geldt andersom ook. Wil de werknemer stoppen, wil dus de persoon stoppen die in dienst is, dan zal hij nog 2 maanden moeten doorwerken. Opzegtermijn is 1, 2 en soms 3 maanden. En voor de werkgever geldt ook nog dat de werkgever een ontslagvergunning moet aanvragen. Die moet een ontslagvergunning aanvragen. Moet een ontslagvergunning aanvragen. En dat moet de werkgever doen bij het UWV werkbedrijf. En die kunnen dan, daarna kan de, als de ontslagvergunning is afgegeven door het UWV, dan kan de werknemer ontslagen worden. En uiteindelijk zul je dan een uitkering kunnen ontvangen. En het komt er dus op neer dat het ontslag door de werknemer wat anders is dan wanneer de werkgever wil ontslaan. Want als jij bijvoorbeeld een andere baan vindt of je hebt het niet meer naar je zin bij het bedrijf, dan zul je de opzegtermijn moeten hanteren. Die is afhankelijk van wat er in het arbeidscontract staat. Dat is 1, 2 of 3 maanden. Voor de werkgever geldt dat hij niet alleen de opzegtermijn moet respecteren, maar ook nog een ontslagvergunning moet aanvragen. En het bedrijf doet dat bij het UWV werkbedrijf. En voor de werknemer geldt uiteindelijk, als die geen nieuw werk kan vinden, dat die recht heeft op een uitkering.